2005 kreeg ik mijn eerste e-mail van Timon. Die me op het spoor is gekomen via Textures. We hadden volgens mij net onze tweede cd uit, Drawing Circles. En Timon vroeg mij om mee te doen in zijn Fusion Metal project. We hebben nog steeds een metal achtergrond er wel in zitten. Omdat ja, we komen allemaal vanuit die wereld. Maar de benadering van de songs gaat gewoon echt meer vanuit een geïmproviseerde muziekgedachte. En metal is de sound die we hanteren voor deze muziek. Dus het is echt een combinatie van die twee. Omdat ons genre waar we mee bezig zijn, zeg maar een mix van fusion en metal is dan ons idee, is een heel belangrijk gedeelte van onze muziek improvisatie. Dat is dan duidelijk uit het fusion genre meegenomen. Zo zijn bijna alle solos van Michel en mij geïmproviseerd en zeker driekwart van het drumwerk en ook veel van het baswerk. Stef tegen in het Leur waar we allebei woonden toen. En die liet me toen een nummer horen wat uiteindelijk niet op de cd is beland, maar wat wel echt fucking vet was. Toen heb ik gezegd dat ik echt wel graag daarbij wou bassen en dat hij maar moest checken of dat Timon al een bassist had gevonden of niet. En nou, gelukkig niet. Dat is hem.